Oké. Het is eventjes geleden, maar ik ben weer aan de slag. En ik heb een nieuw album, wat klaar is in de zin dat het album klaar is. Dit is de kaft geworden. En ik heb 5 pagina ruggen gemaakt. Voor 5 verschillende pagina's natuurlijk. Het album is uit mijn hoofd 10 inch. Ja, even deze kant meten. 10 inch geworden bij 8 inch. En de pagina's zijn dan natuurlijk dan ietsje kleiner. En het zijn er 5, zoals ik al zei. Nou, die heb ik ook al klaar. Pagina met wat flapjes, met wat tags. Hier nog met een waterval. Nou, een aantal verschillende dingen en het komt terug. Dus pagina 1 is hetzelfde als pagina 10 en 2 en 9. Nou ja, op die manier gaat dat zeg maar heen en weer. En wat ik ook heb gedaan is dat ik dan tegenovergesteld heb gedaan. Dus als ik hier de pagina met de waterval links heb gedaan, dan komt die aan deze kant met de waterval aan de rechterkant. Dus dat zijn de pagina's. En dan nog het papier. Dit is wat ik gekocht heb. Graphic 45 Elegance. En nou, zoals je ziet, ja, ik vind het heel erg mooi papier. Vooral zwart. Zwart met pioenrozen en wat Franse versieringen, de Eiffeltoren. Een paspop. Nou, de achterkant is ook vooral zwart. En bij dit papier krijg je van alles 2 vellen. Rozen. Pioenrozen. En de achterkant ook. Hier nog een pagina met bladzijden pioenrozen. En ook met een zwart-grijs streep. Dit zijn allemaal kaarten die je uit kunt snijden. Kleintjes, wat grotere, maar ook randen. En hier nog graceful, elegant. En aan de achterkant is het rood bloemetje. Nou, hier weer terugkerend die paspoppen met ook weer de pioenrozen. En zwart-wit papier met een soort schilderijlijstjes. Hier nog zo'n pagina. En deze heeft aan de achterkant ook weer andere pioenrozen. Dezelfde pagina, maar nu helemaal in het roze en het wit. Met roze bloemen aan de achterkant. En hier nog 2 bladzijden met kaarten, ephemera kaarten. En aan de achterkant is het zwart bloemetjes design. Design, dessin. Hetzelfde heb ik dan in een kleiner blok. Dus ook hier weer dezelfde prints die daarop zitten. En als laatste heb ik ook gekocht een Patterns and Solids. Deze zijn bijpassend. Dus dat betekent dat je pattern is patroon en solid is 1 kleur. Dus aan de voorkant heb je een patroonpapier en aan de achterkant heb je een F-kleur. En sommige die komen terug. Hè. Deze zit bijvoorbeeld bij het andere papier in het roze erbij. Maar hier dus ook een zwarte uitvoering. Nou, deze bloemetjes heb je hier ook, maar dan in het contrast. Oeps. Deze hadden we ook gezien volgens mij bij de andere pagina, of was die juist in het roze? Ja, volgens mij hebben we die dezelfde gezien, maar dan roze. Kijk, zie je deze? En dan hier hebben we hem nu in het zwart. Dus het papier is heel bijpassend, maar niet allemaal, zeker niet hetzelfde. En aan de achterkant dus een effen kleur. Zodat je ook die heel mooi erbij kunt gebruiken.
Dus met dat papier ga ik aan de slag. En nou, van start met pagina 1. Zal ik het even laten zien hoe ver ik nu ben. Deze pagina hadden jullie gezien. Die was klaar. Met een flap naar boven. En wat ik ook heb gemaakt, maar nog niet helemaal heb vastgeplakt. Dat is een fotomat en een fotokaart. Die hier in de pocket kunnen. Zo. Dan slaan we deze bladzijde open. Ik zal deze even weghalen. En krijgen we hier een pagina die uitklapt. Maar ook twee tags nog, die nog bekleed moeten worden. En hier dan een waterval. En ook hier moet nog even het laatste restje, de laatste randjes hier zo opgeplakt worden. Dus dat zijn allemaal die kleine dingetjes die nu als laatste kunnen, die je heel goed met restantjes van het papier kunt maken. Dan daarnaast komt deze pagina. En ook die heeft een fotokaart. En hier nog een fotokaart waar ook nog een voorkant op moet komen. En ik denk dat ik de fotokaart zelf aan de binnenkant met wit papier doe. Zodat je je foto daarop kunt plakken. Misschien laat ik hem ook wel leeg. En de achterkant denk ik dat ik ook nog met fotopapier of met designpapier ga doen. Maar dat ligt een beetje aan hoeveel ik over heb. Dus dat is deze. Als je de pagina dan omdraait, krijg je een pagina met een aantal flaps. En genoeg ruimte om je foto te plakken. En hier moet nog even papier op. Zo. Dan zijn deze twee die naast elkaar liggen. En aan deze kant
is een fotokaart die nog vastgeplakt moet worden. En nog een klein kaartje wat hier bovenop komt. En die fotokaart die zit hieronder en die houdt dan deze flap tegen. Hier zou je eventueel ook nog fotokaarten in kunnen doen. Maar zoals ik al zeg, is dat helemaal voor het eind om te kijken van hoeveel papier heb je over en hoeveel fotokaarten kan je dan nog maken. Deze slaan we om en dan komt deze ernaast. En dit is ook weer hetzelfde idee, een flapje naar boven, naar beneden en hier ook nog één naar boven. Zo, even kijken. En met een magneet houden we dat vast. Dit is de pagina die ernaast ligt. Hier ook weer hetzelfde, een fotokaart die dan deze flappagina tegenhoudt. Zo. En als je die omslaat, is er weer een pagina met een insteekpocket. Daarnaast ligt weer dezelfde pagina als die we aan het begin hebben gehad. Dus met een waterval. En een tag die de waterval dicht houdt. En aan deze kant, die gaat hier nog op vast, drie grote plaatsen voor foto's. Zo. En als je dan helemaal omslaat, dan krijg je weer dezelfde pagina als aan de eerste. Dus hier twee tags die je dan scheidt met deze fotokaart. Deze gaat open. Zo. En je houdt hem vast doordat je deze fotokaart erin schuift. En hier de tags. Dan kan deze ook nog open. En ook hier weer een grote fotokaart. En een kleinere fotokaart die ook klapt.